bij Nimma Noise. Nijmegen is weer een punkband rijker. Inkbom. Deze week brachten ze hun eerste EP uit en vanavond is daarvan de release show in de Onderbroek. Maar voor het zover is, gaan we eerst eens kijken wie deze band nou eigenlijk is. Wij zijn Inkbom uit Nijmegen en 1/4 daar op de hoek uit Elst. Dat hoort ook een beetje bij Nijmegen, toch? Ja, een klein beetje wel. Je hebt een heel mooi petje op. Dat is jullie logo. Volgens mij was het, hij had het ding een keer op. En dan zeiden we, het is eigenlijk zo, ja, moest er zo al om lachen. Op een gegeven moment kwamen we met het idee, zullen we dat gewoon hier op de voorkant van de plaat zetten? En dan die sneeuwballen zijn toen een beetje verder gerold met, en er kwamen nog weer ideeën bij. En uiteindelijk is hij zo op de voorkant van de plaat gekomen. En hoe zijn jullie als band dan bij elkaar gekomen? Eigenlijk ben ik eind 2014. Ik woon hier al een tijdje in Nijmegen en ik wilde wel wat met een band doen. Ik heb heel vaak in bands gezeten, ik kom uit Limburg. Heb ik heel vaak in bands gespeeld. En ik wilde wel wat gaan doen, dus heb ik gewoon via een advertentie, heel simpel op internet, gezegd van ik wil dit gaan doen. Dus ik zoek mensen die dat met mij willen doen en via zoeken kom je tot dit viertal. En jullie hadden allemaal wel ervaring met spelen in band? Ja, ik kom eigenlijk totaal niet uit de punk, maar eerder uit, ik heb in een synthesizer electro bandje gezeten, een noise-achtig parodie bandje met heel veel ironisch gegein, vandaar dit petje misschien. En verder heb ik wel ooit in een grunge band gespeeld, saxofoon in een soul band, van alles. Zelf Nijmeegse elektronische waar meegedaan, techno. Maar dit is ook leuk, lekker rousen. En doen jullie ook nog iets hiernaast, of is dit waar jullie fulltime mee bezig zijn op het moment? Je bedoelt qua werk of zo? Qua werk of qua andere entertainment? ik heb wel een baan. Alleen dat is op dit moment heb ik wat minder uren in de week toebedeeld gekregen. Dus, werkeloos. Wat zei jij? Hij is praktisch werkeloos. Ik ben praktisch werkloos. Maar ik heb onlangs heb ik een nieuwe klus gekregen bij de Radboud Universiteit voor een onderzoeksfunctie. 2 dagen in de week. Dus we hebben onderzoeker en rocker. Ja. Deze week hebben jullie eerste debuut EP gelanceerd. Ja. Wat kunnen we daarvan verwachten? Wat staat daarop? Er staan 6 songs op. Hij heet Invincible Summer. En 6 songs, 5 elektronische songs, elektrische songs en een akoestisch nummer. En dat is eigenlijk hevige, snelle punkrock met melodie. En zoals zo vaak wordt gezegd, met veel weltschmerts. Dus leg het even uit. Wat zijn dat? Dat zijn diepe emoties. Emoties heeft deze jongen. En op welke manier breng je die emoties dan naar voren? Voornamelijk, ik probeer een beetje teksten te schrijven die ergens over gaan. Denk van een beetje moet zeggen, iets diepgaander dan normaal gesproken. Dan normaal gesproken dingen lezen of films kijken of zo. Zeg ik, ik probeer een beetje mijn best op te doen. En dat proberen we eigenlijk allemaal, denk ik. Dus. En jullie hebben jullie EP zelf gemixt en opgenomen. Quirijn, ik geloof dat jij de man daarvoor was. Dus we gaan even naar jou. Hoe ging dat? Nou, dat ging eigenlijk heel erg goed. Ik moest wel best wel wat research doen. Omdat ik in mijn eigen studio maak ik voornamelijk dus hip-hop. En dat is een heel ander genre om op te nemen en te mixen. Dus ik heb me eigenlijk flink moeten verdiepen in hoe je voornamelijk drums mixt. Dat is gewoon een vak apart eigenlijk. Maar omdat ik toch wel die ervaring had met het hip-hop mixen, ging het wel
ja, ging het wel goed. Ging het redelijk snel allemaal. We hebben al een paar keer de reactie gehad dat de hele EP 6 nummers, maar het duurt maar 10 minuten. En dan na 10 minuten wil je hem eigenlijk nog een keer opzetten. Omdat je denkt, oh ja, ik wil hem nog een keer horen. Dus dat is wel een goed teken. Ik positief punt. En wat ik ook wel mooi vind is dat we hebben nu een paar recensies gehad. Dat ze zeg maar refereren naar bands waar het op lijkt. En waar wij ook naar luisteren, zoals Bad Religion. Dan denk ik, ja, nou, dus dan zitten we toch in een goede hoek, zeg maar. Is er één locatie waarvan jullie zeggen dat ooit een keer aandoen, is onze droom? In België heb je een punkfestival, dat heet Groesrock. En daar kom ik eigenlijk bijna elk jaar. En ja, als we daar ooit zouden spelen, zou ik weer heel tof vinden. Dan kan ik meteen al die andere bands zien en dan kan je ook nog zelf spelen. En hoe heet die ene club in Oost-Berlijn alweer? Berghain, maar dat is meer voor mijn genre. Ja. Ik wil een keer naar Berghain in Oost-Berlijn. Sowieso Berlijn, tas. Ik wil een keer met Roemensnoef op een podium staan. Bij deze. Nou, laten we hopen dat dat een keer gaat gebeuren. Je weet het, jullie zijn natuurlijk pas heel kort bezig. Ja. Wat is jullie einddroom? Nou, voor mij, ik denk, ik wil het gewoon zoveel mogelijk doen. Ik vind het gewoon leuk om in bands te spelen, met muziek bezig te zijn, naar optredens te gaan, dingen te doen daarmee. Dus wat mij betreft tot in de kist, op een of andere manier. Vroeg dood. De release show is dus inderdaad vanavond. Ik wens jullie heel erg veel succes. Dankjewel. En dan gaan we knallen vanavond, toch? Zeker. Knallen. Hey. Hey. The social network hit the ground, about 200 friends stick a knife into my throat and make this madness end. Farmville invites quotes from hip hop, I'm gonna come unglued. Another one of them starts posting pictures of his food. To